Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga me weer laten steken en het probleem is een beetje dat ik nu al 2 opnames heb gedaan vandaag en ik ga er hierna nog één doen. Maar ik ga nu een andere mee pakken, want ik kan het wel even laten zien wat er net is gebeurd met mijn Mimitarubra steken. Die zijn helemaal rood en opgezwollen geworden en... Of, ja, Mimitarubra is gewoon niet echt een soort om nou mee te gaan kloten en ook zeker niet voor beginners, want ja, maar dat zie je vorige steekproef. Ik doe dit omdat ik gewoon gek ben in mijn hoofd, sowieso gaat dat niet goed. En ook omdat ik gewoon benieuwd ben hoe hard ze steken, welke het hard steekt. En ook gewoon om te laten zien dat sommige soorten je niet moet nemen omdat het geen beginnersoorten zijn. Waarom het geen beginnersoorten zijn, want Mimikarubra is bijvoorbeeld geen beginnersoort alleen al omdat hij steekt. Ik heb hier Tetramorium voor vandaag. Voor deze week. En volgens mij steken die niet zo heel erg, maar we gaan toch even kijken hoe hard ze kunnen bijten. Ik heb er nu net één op mijn been gelaten. Dit keer mijn linkerbeen in plaats van mijn rechter. Zo, ik ga even hem goed zetten. Je ziet hem hier al zitten. Dit is een Tetramorium. En ik ga nu me laten bijten. 3, 2, 1, go. Bijt maar. Hup. Oké, dan weer met het pincetje. Ik heb het idee dat men... Dat hij wel probeert te bijten, maar niet echt door mijn been heen komt. Dat hij de haren op mijn been te... Oh, daar had hij me eventjes. Ik ga het even op de... deze kant van mijn been doen. Omdat ik het idee heb dat daar minder haren zitten. Dus daar kan hij makkelijker steken. Even kijken. Oh, shizzles. Daarom heb ik er dus altijd 2. Zo. Het lijkt alsof hij ook iets probeert met steken. Maar het... Ik heb nooit gehoord dat dit mooi hem stak, dus ik probeer het een beetje uit te lokken met mijn hand. Oh ja, hij steekt dus wel, maar het is echt nauwelijks iets, je voelt het nauwelijks. Ze steken niet hard genoeg om door je huid heen te komen, heb ik het idee. Want ik voel wel iets prikken een beetje. Ja, oké, dus het probleem met dit Tetramorium is dat ze te klein zijn. Waardoor ze niet goed met hun angel, om het zo maar te zeggen, door je been heen, door je huid heen kunnen komen. Waardoor ze dus ook niet goed kunnen steken. Dus dit was deze video voor deze week. En dit Tetramorium is dus wel gewoon een goede beginsoort. En ja, doei!